Een man van 34 is woensdagavond aangehouden omdat hij een taxi had gestolen. Hij stapte een paar minuten voor 9:30 in een taxi bij het Centraal Station en zei naar het Halmeheraplein te willen. Daar, aangekomen, trok hij een vuurwapen. De chauffeur moest uitstappen en de man ging er met de taxi vandoor. Gewaarschuwde agenten zagen de taxi rijden op de Dokweg. Bij het tankstation bij de Zwijndrechtse brug is de wagen aan de kant gezet. Het ritje van de man heeft maar 8 minuten geduurd.